Eerder dit seizoen, in december, won NAC in Eindhoven al met 3-0 van Jong PSV. En ook nu is het begin goed. Unal, Ars, die legt af op Mats Zeuntjes. En dan is het al heel vroeg 1-0 voor NAC Breda. 3 minuten gespeeld en daar is al de voorsprong voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen. Zeuntjes op 10 spelen tegenwoordig en dat is goed te zien bij dit doelpunt. De spitsen leggen af en Zeuntjes scoort. Duarte in de basis begonnen. Maandagavond er niet bij tegen Telstar, want hij was net vader geworden. Duarte die hier op de bal jaagt. Goedmoedsom. En dan heeft NAC de bal te pakken weer met Zeuntjes. Zeuntjes schiet, maar schiet voorlangs. NAC Breda, al 6 wedstrijden zonder nederlaag. 14 punten gepakt in die reeks. En het nieuws dat deze week bekend werd, dat ze gaan samenwerken met Manchester City. Er gaan minimaal 4 spelers van Manchester City uit de jeugdopleiding naar Breda komen. Matić is nu wel een speler van City, net zoals Na. Gorter, die loopt al wat langer rond bij NAC. Gorter mag lang doorgaan. De bal naar Sjoerd Ars. De hoek is moeilijk. Ars zet voor en dan is dat een eigen doelpunt van Augustin Loof. Unal zit erbij, die juicht niet. Hij leverde de voorzet, Sjoerd Ars. Die vandaag jarig is. En deze man, geboren in Sierra Leone, scoort de 2-0 voor NAC. Hij raakt hem daar voordat Unal die bal binnen kan tikken. Een ongelukkig eigen doelpunt van Loof. En dan maakt het publiek zich op voor een doelpuntenfestijn. En dat gaat ook gebeuren. Op zijn 32e verjaardag is daar Sjoerd Ars. Met zijn 21ste van het seizoen alweer. NAC balst over Jong PSV heen. Goed voor zijn man hier. Voor Carolina. En dan is het dus inderdaad al 3-0. Het publiek gaat dan het telraam opzoeken. Of tegenwoordig de zakjapanner op de zaktelefoon erbij halen. Maar dat valt dan tegen, want hier komt Jong PSV. En die hebben een geweldige voetballer in huis met Alexander Wojevic. Krult die bal in de hoek voorbij ten Rauwelaar. En dan is het toch 3-1. Lazić grijpt niet in, ten Rauwelaar kan er niet bij. En wordt het dan nog een wedstrijd? Nou, dit is heel slecht zeg. En daar heeft Beto de bal. Beto met 2 man. Beto schiet, Beto mag doorgaan. En dan komt ten Rauwelaar wat wild uit zijn doel. En de bal gaat op de stip. Blank geeft een strafschop en geel aan ten Rauwelaar. Ten Rauwelaar boos op Van Diermen met name. Want er wordt heel slecht verdedigd. Maar dit is terecht. Bal op de stip. En in 2 minuten tijd krijgt Jong PSV dan de kans om terug te komen van 3-0 naar... Ja hoor, daar is die. 3-2. Clint Leemans, de aanvoerder. Hij scoort voor de ploeg van Pascal Jansen. En hebben we dus weer een wedstrijd. Koopmans opgejaagd. Divay na. Na. De combinatie is goed. Zeuntjes. Lekker afleggen. Lazić voorzet. Weggekopt. NAC speelt dwingend hier in deze fase. NAC dat misschien nog wel tweede wil worden. Zeuntjes. Zeuntjes schiet hard. Maar schiet hard in het zijnet. NAC niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld productief. Want Duarte dus onlangs vader geworden. Kevin Brands vandaag niet bij de selectie, omdat ook zijn vriendin op het punt van bevallen staat. En Matić schiet ondertussen naast. Goeie combinatie. En de Serviër met links naast het doel. Dan wordt het weer slechter. Maar op een nat veld kun je ook wat onverwachte dingen verwachten natuurlijk. Jong PSV in de tweede helft. Bal terugleggen, wie gaat er schieten dan? Nou, bal voorlangs. Het schot van de man van de 3-1, Bojevic. Slecht uitverdedigen hier. Foutje van Lazić. Overname alsnog daar via Matić. Matić met links. Zeuntjes, Unal. Oh, dit is een lekkere combinatie zeg. Mats Zeuntjes met links, ja. Mats Zeuntjes scoort hier de 4-2. Zijn 13e van het seizoen. De familie Zeuntjes. De meest productieve familie van de Jupiler League. Want ze hebben er ook nog een bij VVV lopen voorin natuurlijk, die Zeuntjes heet. 4-2 is dan de wedstrijd beslist. Het zou zomaar kunnen, want hier komt NAC opnieuw. Lage voorzet Zeuntjes en dan het eigen doelpunt. Weer eentje. Opnieuw Augustin Loof. Hij scoort zijn 2e eigen treffer van vandaag.
En zo wint NAC met 5-2 en is het de meest productieve ploeg in het Nederlands betaalde voetbal. Na een hele makkelijke overwinning uiteindelijk tegen Jong PSV